Probeer je voor te stellen wat je voelde toen je mij voor het eerst echt zag. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Go, go, go. Ik zit hiernaast Ben Verbong, regisseur van de film Toen ik je zag. Uit Tegel afkomstig, dus vlakbij. En ben je al eerder ooit hier in deze zaal geweest? De stoelen zitten op niet zich wel lekker. Niet in deze zaal. Nee. Ik vind het een prachtig complex, moet ik zeggen. Ook heel goed dat ze theater en allerlei dingen dat door elkaar doen. Mm-hmm. Ik vind het echt prachtig. Ik was er nog nooit geweest. Maar ik ben als kind vaker in Panningen geweest dan tegenwoordig. Ja. Als kind kwam ik er vaker met mijn vader achter op de bromfiets, was ik 6. En dan kwam je in een hele andere wereld. Ik vond het fantastisch, want het was namelijk, ik kende dat helemaal niet, die natuur en die beesten. Het waren natuurlijk ook boerderijen, het was heel erg speciaal voor mij als kind. Toen kwam ik er vaker in Panningen, want toen woonde nog familie van mij. Ja. En nu woont de familie van mijn vrouw hier in Panningen. Dus was ik toevallig hier. En daarom vond ik het leuk om dit te doen. Ja. Nou, heel fijn dat je even tijd voor ons hebt. We zitten hier, want we gaan zo meteen, de film Toen ik je zag kijken, die jij geregisseerd hebt. Het heeft enige tijd geduurd sinds je vorige Nederlandse film. Ja. Ja, hoe zit dat? Dat is een understatement, denk ik. Ja. Want ik ben 35 jaar weg geweest. Ja. Maar dat wil zeggen, ik heb alleen maar films in Duitsland, buiten Duitsland, mm-hmm. voor Duitse companies gemaakt. Eigenlijk in Amerika begonnen en toen op de hele wereld zo'n beetje. En dat was gewoon heel prettig, omdat je namelijk daar krijg je een project aangeboden en ligt het geld ernaast. En je weet al wanneer het uitgezonden wordt of wanneer het in de bioscoop gaat. Hier moet je natuurlijk iedere keer van het begin af aan beginnen. Dus de film is klaar, ja. Dan begin je helemaal van scratch. Ja. En dat maakt het gewoon zo moeizaam in Nederland. Ja. En daarom heb ik zo'n kleine 30 films in Duitsland gemaakt. En dat was heel prettig. Dat je niet iedere keer... Kijk, film maken leer je door films te maken. En je kan er veel over lullen, maar je leert het meeste door ze te maken. Mm-hmm. En dus dat was heel prettig. Vaak maakte ik 3 films per jaar. Ja. En dan gewoon eentje in Berlijn, eentje in Keulen, eentje in Praag, weet je, door elkaar heen. En dat was voor mij een hele goede leerschool. Ja. Veel productie was gewoon. Heel ja, veel producties. Ja. En het belangrijkste is eigenlijk dat je niet kon nadenken. Je kon niet eindeloos gaan zitten nadenken over een film. Je moest gewoon ageren. Ja, ja. Je moest gewoon door regisseren. Ja. En dat heeft bij mij ertoe geleid dat ik veel intuïtiever ben gaan werken. Ja, oké, omdat je door moest. Ja. Ja. En toch kwam je weer bij een Nederlandse film uit. Ja. Wat was het dat je greep? En het verhaal Toen ik je zag, hoe kwam je daarbij uit? Nou, ik werd ervoor gevraagd. En de producent van deze film, daar had ik mee gewerkt in Duitsland. En die had met een aantal regisseurs gepraat en daar kwamen ze niet uit. En toen hebben ze mij gevraagd, wil je het boek een keertje lezen? Nou, dat vond ik leuk. Om het te lezen. En toen zag ik dat het een heel bijzonder boek was. En ik zag wel meteen een film in dat boek. Mm-hmm. Ik wist wel meteen hoe ik het zou willen doen. Ja. Want het is wel zo, dat is bij mij zo. Het is of meteen, of eigenlijk niet. Of je hebt er gevoel bij. Ja, en in dit geval was het zo dat ik het heel belangrijk onderwerp vind om iets te vertellen over mensen die ziek worden, die eigenlijk daar zelf niks aan kunnen doen. Ja. Want wij denken, als je ziek wordt of als je depressief wordt, dat je daar iets aan kan doen. Maar dan kan je dus in feite je zelf niks aan doen. Ja, dat zo werkt. En dat zeggen de mensen ook. Ja, nou, doe nou eens een beetje vrolijker. Maar dat is natuurlijk allemaal echte onzin, want je kunt er gewoon niks aan doen. En dat vond ik heel belangrijk om te vertellen. Omdat het ook nog eens een keer is wat steeds meer mensen hebben. Vooral ook jonge mensen. En de film legt eigenlijk uit waar het precies vandaan komt. Maar niet zozeer dat je zegt van het komt daar vandaan, of daar vandaan, of daar vandaan. Het komt uit een cocktail van dingen. En dat is iets om over na te denken. En de film gaat weliswaar niet over depressies, maar het gaat over die vrouw die probeert die man te redden. Ja. En probeert al het mogelijke te doen om te voorkomen dat hij nog zieker wordt. Mm-hmm. En in die zin heb ik wel eens gezegd, het is een driehoeksverhouding tussen man, een vrouw en een ziekte. Ja. Dat gaat wel lekker, hè? Ja, je kent je broer, toch? Ja.
En je hebt ook het script geschreven van de film? Ja. En ik dacht van nou, dat schrijf ik wel even. Een script van. Maar dat was niet zo makkelijk. Toen bleek toch eigenlijk dat het boek van Isa, dat zijn de feiten. Die heeft geen dramatische constructie. Dat zij vertelt over die 15 jaar dat ze met hem samen heeft geleefd. En ik moest dat natuurlijk binnen anderhalf uur of twee uur, duurt de film, vertellen. Met de essentie behouden. En toch een constructie bedenken waardoor je geboeid blijft kijken. Ja. Ja. En heb je Isa ook daarbij betrokken in dat proces? Ja. Ik, wat zij zei, nou, dit is jouw ding, ga jij maar je gang zien. Nee, ik wil iedere scenarioversie met je doorpraten. Iedere scène, iedere dialoog zien. Ik heb alles met haar doorgesproken. Het wil niet zeggen dat zij dan ja of nee kon zeggen. Maar als zij zei van, nou, dat zou die nooit gezegd hebben. Dan formuleerde ik dat anders zoals je het wel gezegd zou kunnen hebben. Ja. En dat was voor mij alleen maar een bron waar ik zo uit kon putten. Want tenslotte, zij het beleefd. Het was haar leven. Ja. En dus voor mij was het heel interessant om telkens de werkelijkheid erbij te betrekken. Maar uiteindelijk bleef zij de feiten en ik werd de fictie. Ja, precies. Hielp het ook dat Noortje en Egbert al eerder samen hebben gespeeld? Ja, heel zeker. En ik merkte dat ze een hele goede klik hadden destijds. Mm-hmm. En dat was een soort van betrokkenheid op elkaar en zorgvuldigheid en respect voor elkaar. Wat je weer, dat kan je wel spelen, maar het is beter als het er gewoon is. Dus die chemistry, die was die was er al meteen. Dat is natuurlijk heel prettig om mee te werken. Ja, dat kan je bijna niet regisseren, weet je. Ja. Wat zou je willen? Altijd zelf opgelost. Nou, nu niet. Nu heb jij hulp nodig. Dit is ons leven. Praat nou met me. Sinds wanneer bepaal jij wat goed voor mij is? Als jij zo doorgaat, dan ga ik bij je weg. Nog even kijken naar de toekomst. Kunnen we nog meer van jou verwachten? En misschien specifiek ook in Limburg? Nou ja, ik zou graag iets in Limburg willen doen. Dat is zo. Dat weten ook een aantal mensen. Maar ja, je moet wel iets hebben wat ook een landelijke uitstraling heeft. Wat ook gewoon zeg maar een speelfilmwaardig is, zeg maar. Dus er zijn wat projecten. Ik ben ook met Pieter Kuipers bezig. Dat is mijn neefje. Ja. En er is een project wat ik heel graag wil maken. Dat is de februaristaking. Heeft het met de oorlog te maken? Het heeft met de oorlog te maken, nogal. En, maar niet zozeer omdat het met de oorlog te maken heeft, omdat het is schrikbarend dat op dit ogenblik gebeurt natuurlijk. Het was iets van 2000 antisemitische aanslagen in Duitsland. Nou, als je nou in mei in 1996, toen ik er naartoe ging, had gezegd, je krijgt weer een anti-Joodse stemming in Duitsland. Ja, dat kan niet. Mogelijk. Ja. Nee, ja. En glijdend zie je het gebeuren. Ja. En hier in Nederland ook. Ja. Nou, dat is dan toch een beetje de kanarie in de mijnen, zullen we maar zeggen. Dan weet je, dan gaat er iets heel erg mis. En niet alleen voor de Joden, natuurlijk ook voor de Joden, maar sowieso voor de samenleving. En dat is wel iets wat verteld moet worden, vind ik. Ja. Ja, of iedereen dat vindt, dat moeten we zien. Het wordt ook een projectje dan. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Projectje. Nou, ben benieuwd. Ja. Tot slot, waarom moeten mensen gaan kijken naar Toen ik je zag? Nou, ik vind nooit dat iemand iets moet. Nee. Als je een film wil zien die anders dan Greed 3 heel rustig vertelt over een gezin wat een probleem krijgt, wat ze proberen onder controle te krijgen, maar niet lukt, en wat ze steeds opnieuw, dat als je dat wil zien en je daarop in wilt laten, dan denk ik dat je een goede avond hebt om naar zo'n film te gaan. Uit het leven gegrepen. Echt wel. Ja. Ik hou van die man. Ik ga zorgen dat hij beter wordt. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit zonder je.